enorm discriminerend. Wel, jij vooraan? Oh, goedemiddag. Ik ben voor even vatbaar. Ik sta gewoon voor mijn rechten. Ik vraag je nou heel vriendelijk om meneer voor mijn winkel te verlaten. Nee. Goed zo. Jullie krijgen heel negatieve recensies. Heel negatieve recensies. Omdat je dan beschouwd bent. Negatieve recensies. Op zijn blote. Wow. Oh shit. Naar buiten. Ik ga gewoon naar buiten hoor, geen probleem. Je hoeft niet mee te lopen, maar er wordt kastmis gevangen. Hij heeft echt een tramp stamp ook op zijn achterkant. Ik kan zelf lopen. Ja, is goed idee. Pens, maar aan de andere kant vind ik het ook een held dat hij gewoon is een... Ja, hij heeft wel scheid. Dat kun je niet ontkennen. Hij heeft zoveel scheid aan, hij komt stront tekort lijkt het wel. Heel negatieve recensies. Dan gaat hij zo op Google reviews. Je mag hier niet als Tarzan naar binnen. Iemand in de comment vroeg het ook, hoe betaalt hij? Kijk, hij staat in een winkel, dan ga je iets afrekenen. Iedereen heeft iets van hem betaald. Waar bewaart hij zijn... Ja, misschien zit er in dat dingetje toch ergens een pinpas of zo. Ik vind dat zo kut in het buitenland, dat je dan niet in je bikini ergens mag zitten. In zo'n restaurant of zo, dat je altijd per se... Dat is ook zeer terecht. En dat is zeer terecht, ja. Ja, maar ik bedoelde aan het zwembad. Dan heb je een restaurant aan het zwembad en dan moet je... Ja, maar mensen eten daar. Ja. Oké. Nou ja, dan ga je lekker zitten eten en dan... Heb je zo'n vetclub? Ik vind dat niet smakelijk. Mijn ketting viel trouwens van mijn fiets af vanmorgen. En nu heb ik Blackfinger. Ik hoop niet dat je hier aan. Het is zo slecht ook, zo slecht. Iedere keer als ik hier kom, denk ik, what the fuck? Ik laat mezelf weer verleiden. Gaat het goed allemaal? Ja? Ja, gaat lekker. Carnaval komt eraan. Dus ik heb een club in Bokstel. Dus dat wordt hopelijk een hele brede hark. Maar het is een club om te dansen, maar ook een comedyclub, toch? Ja, echt eens uit. Inderdaad. Zie je, als die mensen zijn huiswerk doen, zover, dan moet je een keer proberen. Leuk. Hij is er weer, voor de vierde keer denk ik al. En dat is geweldig. Bijna een jaar geleden was hij hier ook. En toen had ik onwijs naar mijn zin. En dit is een veel te lange aankondiging. Maar het is gewoon grappig om zijn hoofd te zien. Steven Brunswijk! Ja! Yeah! Leuk dat je er bent. Ja, ik vind altijd het fijn. Ik vind het ook. Ik vind jouw energie altijd heel fijn die je meeneemt. En het is goed voor ons quota. En we gaan beginnen. Vuile, vieze... What the fuck is dit? Here we go! Yeah. Happy birthday to you! Dit ziet er heel goor uit al. Oké. Okay. Wat? Oh! Iva! Iva! Oh, ze is ongesteld of zo. Wat? Ze pist in haar broek. Maar waarom ren je dan niet naar de wc? Ook mensen die onder de tafel filmen. Je oma staat in de pis, dat is duidelijk. Ze vinden het ook allemaal grappig. Ik vind het wel een leuke taart geworden. Iva, wipe up your urine. Oma zegt, go wipe up your urine, hier. Het doekje, alsof het vaker gebeurt ook. Sylvana, heb jij wel zo in je broek gepist? Het feit dat je zo lang moet om antwoord te geven, betekent dus ja. Ik heb wel eens in mijn bed gescheten. Wat is dit nou weer? Ja. Ik vind het zeer tragisch en onterecht dat er alleen maar een blonde Barbie is voor deze overduidelijk Indiaanse familie. Twee reten. Leuke taart, ik zag dat je keek. Drie reten. Wat is dit? Geef Steven de camera. Op het podium hebben knipperlicht. Nou. Komt de rating van Steven. Pak je moment. Dank je, dank je. Alsjeblieft. Zie je nou eens de druk weer hoog. Zo, ik ben benieuwd waar jullie nou weer mee komen. Hoi. Hoi. Als ik ooit kinderen krijg en die doen dit soort shit, dan ga ik ze wel gewoon slaan. Waar zijn mijn sleutels nou weer? Je ziet altijd alles kwijt. Waar zijn mijn sleutels? Het disrespect. Jezus Bas, ruim je dat zo meteen wel op? Ja! Hij heeft wel mooie gecontureerde ogen.
Heb je zelf geen sleutel bij of zo? Oh, ja, maar ik had geen zin om open te doen. Veel mensen dachten dat Hans Theo was van een afstandje. Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook. Nou, ik niet. Nou, dat je dat maar weet. Nul reten en door. Oké, wat is dit? Wat kijken we naar? De hogere zelf. Het hogere zelf, you could say it is a more real version of you than the ego version of you. Je hogere zelf. Maar wat wij mensen ook leren in de retreat, waarom mijn oog begint echt te tranen. En je hogere zelf zou je kunnen zeggen is the wise. We hebben het allemaal. It's the wise being, it's the loving being, it's the complete, the whole being. Being inside all of us. We hebben het allemaal. It's the wise being, it's the loving being. Oké, wanneer gebeurt er wat? En het is de versie van jou die ethereal is. We moeten wel terug natuurlijk naar de basis. En de basis is dat ze zoveel Engels gebruikt in het Nederlands. Wat is dat toch met de taal van Nederland? Wat is toch aan de hand met de jeugd? En we kunnen dus focussen op ons lagere zelf. En daarmee bedoelen we ons ego, including de schaduw en all of that. Ik nam er wel wat serieuzer toen ze Engels begon te praten. 3 reten. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind... Shut up. Wat? Ik kots hier echt gewoon een beetje van in mijn mond. Ik vind dat je alcohol niet nodig moet hebben to have a good time, to connect with people and to do this type of stuff. Maar dat is het hele doel toch inderdaad van alcohol, dat je even een avondje je mind shut off. Shut off. Deze gast, seriemoord na sport niet. Alles wat fout is aan deze gast is fout. -3 reten. Het ziet er een beetje uit als Yvonne Kolderweijer. Ayahago, 5 reten. Gewoon echt een goed trucje. 5 reten. Als een man aangeeft van ja, ik heb grensoverschrijdend gedrag meegemaakt of ik ben aangerand. En als vrouw zijn, dan moet je bij jezelf te raden. Ik ben een lillijk hoor. Klopt. Nou, maar dan ga ik even tegen je in, want je had dus laatst die situatie dat er een jonge jongen, die was 16, die ging pizza's, hij was pizza bezorger. Ja, dit is lang geleden, maar ja, hij werd toen soort van naar binnen getrokken door twee hele lekkere wijven. Influencers. Mm-hmm. Ja. En je weet niet hoe zo'n jongen op dat moment in zijn hoofd zit. En zo. Tuurlijk, je hebt altijd uitzonderingen op je regel, hè. Bij mij zou het niet werken. 0 reten. Gaan. Kom maar lekker bij mij zitten, Sil, dat is duidelijk, hè? Komt u maar. Kom maar hier, kom maar. Hè? Ik heb wel een plekje. Ja, ik voel me aangerand. Nou, ik voel me een beetje een pizza bezorger vandaag. Kom maar. Is het zo? Trek het flink pakje maar even aan, hoor. Nou, kom maar even langs. Moet je kijken. Eenmaal bruin loop je schuin. Potverdomme. Kun jij een vriend hebben met een lange piemel? Als ik hem red hang, heel de kamer zwart. Als je gepijpt hebt. Oh, die heb ik wel heb mijn interesse gewekt, dit. Tits can tell if you just sucked a wiener. Is it true? Yep, that one's true. How? Because you can see bruising in the soft tissue in the back. Dus? Je laat een soort lul afdruk achter in die keel. There's a particular pattern of bruising that we can tell. Stel, je zou nu als vrouw iemand dus even suki-suki doen en je gaat dan naar de tandarts, dan kan de tandarts dat zien. Ja. In jouw geval, met die vriend van jou, wat ik heb laten vertellen. Als je naar de keelneus buikarts gaat, ziet hij het ook nog. Nou, trek hem maar iets verder naar beneden hoor. Nee, ik geloof dit niet. Because you can see bruising in the soft tissue in the back. Of het waar is of niet, ik vind het gewoon een plausibel verhaal. 5 reten. Altijd goed dat Dumpet reten altijd eerder op YouTube staat. Een Dumpet zelf, zegt Stepzilla. Oh, ja. dat is waarschijnlijk een foutje sneertje. Geweest. Ja, en dat is een foutje geweest. Sorry Stepzilla, maar er is in de export waarschijnlijk iets verkeerd gegaan. We zullen ons best doen om het eerst op Dumpet te zetten. Prutsen, prutsen, prutsen! De aflevering al gecheckt op YouTube. Erg jammer dat Sil niet onder de tafel ging. Zag ik toch liever gebeuren dan Gina. Maar goed, ik heb weinig te willen als toetsenbordheld. Verder wil ik even kwijt. Fabian, mooie pure jongen. Sil, I love you. Rooie, je bent rood. Als ze die laatste zin nu deze week over jou doen, dan zou het toch een beetje raar zijn. Zwarte, je bent zwart. Ja. Bruh.
Tijdperk rooien tussen haakjes moet bijna maar eens afgelopen zijn. De koek is op. Ik weet niet exact waar hij de verkeerde afslag heeft genomen, maar inmiddels lijkt het wel een brandnetel thee drinkende transgender. Als je jezelf al woke noemt, is het einde zoek en heb je niets meer te zoeken bij Dumpert. Kortom, wegwezen. Zit hij wel erg lang, hè? Ja, dat is wel waar. Zit hij wel erg lang, hè? Ja, het is wel, maar iemand moet maar een keer bellen en zeggen van kom eens wat voor ons doen, maar dat gebeurt maar niet. Nee, ik vind, hoe lang zit je hier? Nou, dit, we hebben het laatst uitgerekend. Dit is het 10e jaar dat Dumpert Rating bestaat. Ja, ik vind wel dat jij eventjes vervangen moet worden, hoor. Ja. Die rode kop van René tijdens de tafel, klimmen, ongekend. Ik wist niet dat het nog rooier komt. Waarom ga je hier zo goed op? Dus jij hebt mij in die stream dus ook letterlijk 10 minuten uit zitten lachen of zo, omdat ik rood ben. Je is helemaal rood. Hoi, je is helemaal rood. Hoezo vind je dat zo grappig? Oh. Wilco moet in de aftiteling toch nog even punten scoren. Lekker gewerkt, pik. 5 reter. Ja, je hebt jezelf weer lekker in de spotlight gezet op het einde. Zeer terecht. Met een tafel. Leuke outfit, Sil. Ik dacht, ik doe even een complimentje erin. Dankjewel. Oh ja, laten we even terugkomen. Voordat jij hier was, Sil, toen had Steven een goede vraag. Wat zou je doen? Als je een dag een penis had? Aftrekken, mezelf. Neuken. En daarna? Jezelf neuken, dat is heel gek. Nee, met een vrouw. Maar ja, wat zouden jullie dan doen als je... Als ik een vrouw zou zijn, zou ik heel de dag met Tiet spelen. Heel de dag zou ik zo rondlopen. Ik zou iedereen de hele dag de deur voor me open laten doen. Ik zou de baas pijpen en promotie krijgen. Zou je dat gelijk doen? Dat soort shit. Ik zou gelijk mijn vrouwelijkheid 100% misbruiken. Gratis eten, gratis drinken. 5-sterren hotel. Ja, alles. Alles. Ik zou geen dag meer werken. Echt niet. But for me, I don't see myself working. I don't see myself getting a 9-to-5. I want to be... Wait. Hold on a minute. Wait. I want to be with a man who's a provider, who will allow me to be a housewife. I want to be a lady of leisure. Tell me about the birthday thing you told me. Please, I want you... I wouldn't buy a man a birthday gift. No. He has me. No, stop. No, stop. You want back. I'm so sorry. You're useless. You're fucking useless. You're a useless human being. What happens now, yeah? God forbid, if your husband gets sick and it can't work. Then I have to find a new one. Oh. Wat de held? Ze is wel eerlijk, toch? Hartstikke eerlijk. Ik snap het niet. Zij is vrij duidelijk. Ze wil gewoon een vent die voor haar aan de slag gaat. I want to be with a man who's a provider, who will allow me to be a housewife. Heel groot gelijk. 6 reten. Ik zou er ook gelukkig van worden. Ja, als je de hele dag thuis zit, je wil toch... Maar zo is iedereen toch verschillend? Ja. Je voorstellen, je hebt 20 miljoen die je uit kan geven aan van alles en nog wat. Je bent gewoon thuis, je mag doen wat je wilt. Ja, ik toch wil je verhalen maken, toch? Nee, als ik 20 miljoen zou hebben, zou ik ook geen dag meer... Ik zou de hele wereld gaan bekijken met je verhalen maken, die maar een andere keer. Ik zit op een blote bal op Curaçao. Ja, lekker. Een nieuwjaarsduik te nemen. Zo. Ja, mijn piemeltje te spelen. Heerlijk. Oh shit, mijn antenne. Wasstraat, oké, okay, gaat goed. Mevrouw, zit in één keer dat... de antenne van de kop zit. Hoe dat antenne eraf. Oh. Te laat. Kijk, ze heeft echt wat gezet. Zeker nat. En de antenne er nog niet af. Maar dan ben je gewoon achterlijk. Ja. Dan ben je achterlijk. Ja, dat is kort maar krachtig. En, ja. Savannah, sorry, is weer een vrouw, hè? Ja, nee, maar dit is inderdaad ook wel echt een typische vrouwenactie. Daar ben ik het gewoon mee eens. Oh, lekker. Bedankt, Donna. Alleen een man. De antenne van de kop zit. Hoe de antenne eraf, Ik had niet de antenne eraf geschroeven als de auto bezig is. En de man zou verwacht hebben dat dat wasding naar voren schuift. Ik vind, hard voor de zaak, heeft ze niet. Want het feit dat zij vertrekt zonder antenne, mag dan blijven staan. Dan zou ik hem pakken ook, want als ik dan toch nat ben... Ah, pak je hem ook. Te laat. Kijk, ze heeft me echt wat gezet. Zeker nat. En de antenne er nog niet af. Ik zeg 2 reten voor de moeite. Ja. Het zijn wel Brabanders, geloof ik. Helemaal niet. Jawel, hij zegt zeik is nat. Dat is toch Brabants, of niet? Nee. Oh. Van Nijkel is toch ook Brabants? Wat? Van Nijkel. Doe maar niet. Oh shit. Dit is geweldig. Nou, hij probeert nog cool af te doen. Hè? Ja. Oh,
Ik hou hiervan. Oh, leedvermaak. Dat vind ik zo lekker dit. Tegen Surinaamse vrienden zeg ik altijd, ook al is Nederlands, omdat je lult. Want je lult. Wat heeft het met lullen te maken? Omdat je lult wil zeggen, je moet gewoon geen rare dingen doen. Je moet niet van een dak af willen springen, je moet niet willen blazen, een aansteker. Omdat je lult. Eigen schuld, dik bult. Mannen zijn vaak wel beter in dingen, vind je niet? Mannen kunnen bijvoorbeeld beter auto rijden. En zeker, mannen zijn ook beter. Dat is ook bewezen. Is er één sport waar vrouwen beter in zijn? Goeie. Synchroon duiken. Ik heb dus een keer een item gedaan voor Jeugdjournaal. En daar ging het over waarom er geen vrouwen in de Formule 1 zitten. Maar het is gewoon zo, mannen die hebben meer spieren. Mannen die zijn sterker dan... Ga door. Maar dat stamt gewoon af van vroeger. Mannen waren jagers, die moesten voor het eten. En dat zie je in de spieren. En dat heb ik laatst ook zeker een kwartier over nagedacht. Waarom vrouwen dan dikke konten krijgen, meer dan mannen? Want dat is de enige plek waar ze meer spieren hebben dan mannen. Omdat ze die bessen moesten oprapen. Squat, een squat, ja. Squat. Weer een bessie. Huppatee, framboos, braam. Ja. Wat is dit? Oversteken op de A16. Wacht, stop. Laten we het gaan gokken. Ik zeg een hert. Ik zeg een vrouw. Als een hert aan het slapen is, is het dan een antiloop? Ja, dat is dit jaar misschien nog. Godverdomme, er rijdt iemand mors dood hier. Oh shit, het is een mens. Dat wist ik dat de mens zou zijn. Het is een man. We hadden het allemaal fout. Ja, dat is dit jaar misschien nog. Godverdomme, er rijdt iemand mors dood hier. Maar ik wil even terugkomen op de verschrikkelijk slechte grap van Sylvana. Zo slecht. Ja? Ik vond hem wel leuk. Maar dit is dus als maar, kaas. Zeg maar beter kunnen is uploaden. Dus gooi jezelf eentje in over een hert. Wat is rood, maar niet helemaal? Een bietje. Kijk, dat zijn goede grappen. Een boer komt bij een ander boer op zijn erf en hij vraagt, rookt jouw paard? Hè? Wat is dat voor kutvraag? Natuurlijk rookt mijn paard niet. Oh, staat je schuur in de fik. Hoppa. Wat is harder dan tomaat? Wat is harder dan tomaat? Nou komt het. Nou? Tomaat! Als dat hert die aan het slapen is, weet je waarom die je zonnebril op heeft? Nou. Moet je aan hem vragen, weet je, dat hij dan zegt. Nou. Dat ik ree ben. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really Maar wandelt hij ook gewoon in het begin? Volgens mij loopt hij ook gewoon op zijn dode gemak. Godverdomme. Dit is niet leuk, dit is niet grappig. Nul reten. Dit leven is gevaarlijk. Zakker. Haar voorbips is groter Jezus. Dan haar achterbips. Dat is wel fucking knap. Hell. Zou je dat doen voor 20 miljoen? Zeker, tuurlijk. Geen seconde over nadenken. Ik 20 ook. Miljoen man, nooit meer werk. Ik pomp haar beelden af aan de voorkant, joh. Ja. Ik laat er niks van over. Hoeveel dollar of euro zou je een pik pijpen? Nul. Nee, maar zeg maar, is er geen moment dat je zegt, als je 20 miljoen... Ja, niet gratis. Nee, maar ik bedoel... Als je 20 miljoen... Ik snap het niet. Maar zou je mijn reet nemen dan? Dat vind ik minder goor nog dan pijpen eigenlijk. Dat vind je nog minder goor? Ja, want dan gebeurt het achter je. Het gebeurt heel veel achter je. Voelt ook iets binnenkomen, vriend. Ja, oké, maar ja. Jezus, wat is dit voor discussie ook, jongens? Mensen doen heel veel rare dingen voor geld, hè? Maar jullie zouden deze chick allebei doen voor 20 miljoen. Dat is absoluut, de... Absoluut, ja. Maar ik vraag me af, zeg maar... Een miljoentje zou ik ook pakken. Ja, dat dus. En zou je haar ook voor 500.000 doen? Nou, ja, daar begint de grens, maar dat pak ik er ook wel voor, hoor. Nou, we gaan door. MUZIEK 2,8 miljoen. Fucking hell. Is dit nou slim of moet je medelijden mee hebben? Ik weet het niet hoor. Zolang zij gelukkig is, ja, is het prima toch? Tuurlijk, als zij gelukkig is, is het goed. Maar... Ze verdient er centen mee. Kijk, ze heeft daar ook gewoon een baby die ze heeft een baby. Oh, nou niet slecht hoe ze zingt. Nou, ik heb genoeg van dit gedrocht. Nul reten, gadverdamme. Je sluit me daar volledig bij aan. Ik vind het knap. Vijf reten daarvoor.
Dankjewel. Veel plezier. Ja. Maar je werkt niet. Je bent gezakt. Je bent gezakt. Voor hoeveel euro? Nou, oké, langer. Wat? Zou je die worst nog opeten? Dat zou ik wel gewoon doen hoor. Oh, voor hoeveel euro? 50? Nee. Er zitten gewoon allemaal balbacillen op. 1000 euro. Ik vind niet, ja. 1000 euro, Savannah. Hij moet nu dit ding opeten. Hij heeft helemaal piemel aangedrukt. Zit een beetje pis op. Oh, 1000 euro. Je bent gezakt. Leuk grapje van deze meneer. Meestal verwacht je toch wat anders van kale voetbalsupporters. Dus, vier eten. Positief, yes. Ja, ik vond het ook grappig. Vier eten. Zijn we er nu doorheen? Het is altijd zo, ineens is het klaar. Het is net seks. Hey, heb jij nog optredens toevallig? Of ik nog optredens heb? Is dit het reclame momentje van mezelf? Ja. Gooi maar even in. Ik heb zeker nog optredens. De verdreten!